Hi allemaal en welkom bij een Q&A. Let niet te veel op mijn stem, ook al is dat soort van onmogelijk bij een Q&A. Maar ik heb gewoon de langste verkoudheid uit mijn leven. Hopelijk wordt mijn stem ooit weer normaal. Maar ik heb de hele dag nog niet gepraat. Nick werkt vandaag vanuit Utrecht. Het is nu 4:30 middags, dus ik dacht, ik ga mijn stem vandaag gebruiken voor deze Q&A. Dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik heb op Instagram en op YouTube echt super leuke vragen binnengekregen. Heel erg bedankt daarvoor. En ik ga er een stuk of 25 of zo in deze video behandelen. En net als altijd ga ik proberen er een beetje snel doorheen te gaan. Maar kan ik dat niet. Dus bij de meeste vragen ga ik waarschijnlijk alsnog gewoon heel lang lullen. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. De eerste vraag vond ik heel cute, namelijk hoe gaat het met de katten? Nou, het gaat hartstikke goed met Poppy en Shaki. Ze hebben denk ik één keer in de week ruzie. Ze zijn lekker aan het chillen. Poppy, die wordt deze zomer 7. Ze was 6 maanden toen ze bij ons kwam. Hoe kan het dat ze nu al 7 is? En Shaki wordt deze zomer 12. Ik voel me echt zo'n moeder die helemaal in shock is over hoe oud haar kinderen al zijn. Ze genieten er ook van dat het lekkerder weer wordt. Dat ze dan weer lekker op het dakterras kunnen chillen. En volgens mij gaat het prima met ze. Wat is de meest en minst favoriete eigenschap / karaktertrek van jezelf? Nou, dit vond ik echt een hele leuke vraag. Ik heb er gisteren al even over nagedacht. Ik ga er gewoon van allebei 2 doen. Laten we positief beginnen. Wat ik heel leuk vind aan mezelf is dat ik denk ik gewoon een hele leuke vriendin ben. In een relatie, maar ook in een vriendschap. Dus ik vind mezelf gewoon een gezellig persoon. Je kan lekker met me lollen, maar je kan ook een serieus gesprek met me voeren. En ik denk niet dat je je snel verveelt als je met mij bent. En wat ik ook wel een fijne eigenschap vind, niet echt voor mijn omgeving, maar meer voor mezelf, is dat ik best wel een soort van snel persoon ben. Dus in mijn hoofd, als ik iets probeer te bedenken of een oplossing moet bedenken of zo, ik kan heel snel nadenken. Maar ik kan ook bijvoorbeeld heel snel werken of snel iets afkrijgen. En dat vind ik altijd best wel chill. Mijn minst favoriete eigenschappen aan mezelf zijn, ik vind mezelf heel erg ongeduldig. En daar hoort ook een beetje bij dat ik me bijvoorbeeld heel erg intens kan vervelen. Dus stel ik moet bijvoorbeeld in een winkel iets terugbrengen en ik moet in de rij wachten. Nou, dan ga ik bijna dood van verveling, bij wijze van spreken. Dan denk ik echt, meid. Of als iets bijvoorbeeld heel traag gaat, nou, dat kan ik niet handelen. Dus ik ben heel ongeduldig. En het tweede wat ik best wel vervelend vind aan mezelf is dat ik nou niet echt een makkelijk of heel flexibel persoon ben. Tenminste, sociaal gezien ben ik best wel vaak flexibel en maakt het me niet zo heel erg uit wat we doen of waar we heen gaan. Maar ik bedoel meer, stel je zet mij nu in een random hotelkamer. Dan is het nog maar de vraag of ik het daar wel fijn ga hebben. Want dadelijk is er veel te veel licht. En dan kan ik niet goed slapen zonder mijn oogmasker. Of er is te veel herrie van de straat. Dus vooral inderdaad met slapen. Dat ik echt zo een heel slecht slaap. En ik heb mijn slaap echt nodig. Maar ook in andere situaties ben ik gewoon niet de meest makkelijke persoon. Stel, ik zou een busrit boeken van 3 uur lang en ik heb een stoel aangewezen gekregen die is doorgezakt. Dan kan ik echt denken van, oh nee, dan moet ik gewoon 3 uur lang op deze doorgezakte stoel zitten. Ik denk dat de meeste mensen dat wel zouden denken. Maar je hebt ook mensen, bijvoorbeeld Lisa, die zijn gewoon zo makkelijk en zo flexibel. En zeggen, oh, ik ga daar wel zitten, weet je wel. Dan denk ik echt, was ik maar zo. Want ik weet gewoon dat ik 3 uur lang me heel erg ga ergeren aan die stoel. Ik weet zeker dat ik dan ook nog 3 dagen lang rugpijn heb. Dat vind ik trouwens ook een hele vervelende eigenschap aan mezelf. Dat ik gewoon een best wel slechte rug, nou ja, dat is niet echt eigenschap, maar ik heb slechte rug, slechte schouder, slechte nek. Ik kan niet goed dingen tillen. Soms zou ik gewoon willen dat ik alles aankom of zo. Maar goed, zo ben ik niet en verder belemmert het me niet heel erg of zo. Komt je nieuwe boek ook voor mensen zonder e-reader? Nou, voor wie mijn vorige vlog niet gezien heeft, ik ben dus bezig om een e-book te schrijven over wat er vorig jaar allemaal gebeurd is qua mentale gezondheid met mij. Omdat ik dat online nooit echt gedeeld heb en nu best wel behoefte voel om dat op te schrijven. Ik merkte dat een aantal mensen niet echt precies wisten wat een e-book is. Maar wat ik daarmee bedoelde was dat het dus niet een geprint fysiek boek wordt, maar een digitaal boek. En dat betekent helemaal niet dat je echt een e-reader ervoor nodig hebt. Je kan het op een e-reader lezen, maar je kan het ook gewoon op een iPhone lezen, op je laptop, op een tablet. Zeg maar, een e-book kan je in principe op allerlei verschillende manieren lezen. Deze vraag hoort er ook wel een beetje bij. Zou je van je e-book ook een luisterboek willen maken wat je zelf inspreekt? Lijkt me zo fijn. Nou, met deze stem sowieso niet. En überhaupt weet ik nog niet of ik dat wil doen. Dat ligt echt een beetje aan hoe het boek wordt. Dus ik kan er nu nog niet zoveel over zeggen. Maar
Ik hou het zeker in gedachten. Dan waren er heel veel vragen over kinderen. Willen Nick en jij kinderen? Zo ja, hoeveel zou je er willen? En heb je tijd in gedachten van wanneer? Nou, één ding is zeker en dat is dat we heel graag kinderen willen, allebei. En we zijn allebei ook heel erg blij dat we dat gewoon zeker weten. Want het lijkt me echt super moeilijk als je daar heel erg over twijfelt. Maar goed, die twijfel hebben wij dus niet. Wel weten we dat we het nu echt nog even niet willen. Ik denk als je me op mijn 25ste had gevraagd of ik op mijn 31ste al een kind zou hebben, dan zou ik echt ja hebben gezegd. Maar met hoe ons leven nu is en hoe we het nu hebben ingericht. En ook wel met het idee van, kijk, ik ben 31, ik ben geen 41. Denk ik gewoon dat we echt nog wel even kunnen wachten. We vinden het ook gewoon iets leuks om naar uit te kijken. We hoeven het niet gelijk nu zo snel mogelijk. En we proberen ook gewoon nog heel erg te genieten van de tijd dat we nog geen kindje hebben. Mocht ik nu ineens bijvoorbeeld per ongeluk zwanger raken, dan zou dat kindje natuurlijk super welkom zijn. Dat betekent trouwens niet dat we geen anticonceptie gebruiken, want dat doen we dus wel gewoon. Want we willen er echt gewoon nog even mee wachten. Lijkt ons ook heel leuk om bijvoorbeeld volgend jaar nog een lange reis te maken. Misschien weer naar Vietnam of een ander leuk land. Ik zie ons dat gewoon niet zo snel doen wanneer we eenmaal aan kinderen beginnen. En we denken dat we er twee willen, maar ja, dat kunnen we ons nu nog niet zo goed voorstellen. Misschien worden het er wel 3 of 1. Of misschien lukt het natuurlijk niet, dat is ook nog een kans. Maar we willen het dus heel graag, alleen nu nog niet. Hi Bonnie en Nick, zitten jullie qua smaak kindernamen op één lijn? Niet altijd. We hebben wel echt een aantal namen die ik echt heel leuk vind en die Nick helemaal niks vindt en andersom. Maar we hebben echt al een heel lijstje van namen die we echt geweldig vinden. Het is ook een onderwerp waar we heel vaak over praten. Met name jongensnamen hebben we er echt meerdere die we leuk vinden. Meisjesnamen gaan echt nog moeilijk worden. Maar gelukkig hebben we nog even. Wat is je favoriete nummer van Arctic Monkeys The Car? Het nieuwe album. Mijn favoriete nummer is sowieso Body Paint. Maar ik vind Jet Skis on the Moat. En Big Ideas ook echt heel erg leuk. Zijn jullie beide biseksueel? Nou, over deze vraag kan ik heel kort zijn. Het antwoord is nee. Zou heel gezellig zijn, maar nee. Hoe gaat het met je planten nadat je ze een tijdje geleden hebt ingesmeerd met een goedje waarvan ze beter zouden gaan groeien? Nou, er is echt niks veranderd, weggegooid geld, heeft niks gedaan op al mijn planten. Wie is de mol? Nou, dit gaat over de Belgische mol, mijn favoriete mol. Ik heb die van Nederland niet eens meer gekeken dit jaar. Ik denk Ruben en anders misschien Toos. Maar ja, ik weet het echt niet. Ik dacht eerst Thomas, ik hoopte Laila. Maar ik zit in ieder geval weer erg te genieten. Al moet ik zeggen dat ik dit seizoen wel minder leuk vind dan de vorige seizoenen. Zo, lekker tempootje heb ik nu. Oh ja, hier kwamen ook meerdere vragen over. Heel nieuwsgierig, maar waarom gaat Bram mee naar Griekenland en niet Nick? Ik liep gisteren even naar Nick toe om te vragen waarom dat ook weer zo is. Want ik wist het zelf even niet meer. Maar ik had natuurlijk wel ooit gevraagd of Nick mee wilde, volgens mij. Maar Nick die vindt op vakantie gaan wel leuk, maar niet echt het leukste ter wereld of zo. En aangezien dit niet eens echt een vakantie is, maar meer een werktripje. Ik ga gewoon werken. Nick is die week ook gewoon zelf aan het werk. Voegt het voor hem niet zoveel toe om dan helemaal ergens heen te vliegen en dan op een andere plek gewoon zijn werk te doen. Hij had zoiets van, ja, dat hoeft van mij niet zo nodig, want we gaan in de zomer ook gewoon samen op vakantie. Dus toen dacht ik al snel van, misschien moet ik gewoon samen met een andere leuke freelancer of zo gaan. En toen dacht ik gelijk aan Bram en die vond het ook heel leuk. Hoe vindt Nick het dat je met Bram op vakantie gaat? Ja, leuk, zei hij, gezellig. En hij heeft ook wel zin om even een weekje alleen thuis te zijn. Heb je nog vakantieplannen voor deze zomer? Ja, echt hele leuke. We willen namelijk voor het eerst met de auto op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk. En dat willen we in juli gaan doen. Ik durf nu natuurlijk ook echt goed te rijden. We willen alsnog wel echt niet te lang rijden. Ik denk bijvoorbeeld maximaal 6 uur per dag of zo. Volgens mij is de eerste plek waar we heen willen iets van 12 uur rijden. Dus dan doen we gewoon 1 overnachting en dan rijden we de volgende dag weer door. En dan kunnen we natuurlijk allebei rijden. En het lijkt ons gewoon super leuk om met onze eigen auto voor het eerst naar het buitenland op vakantie te gaan. Dus dat willen we ongeveer 2 weken gaan doen. En dan willen we waarschijnlijk in september ook nog een weekje op vakantie, maar dan met het vliegtuig. En dan willen we waarschijnlijk weer naar Lissabon, want dat is echt een van onze favoriete steden. Maar dat hebben we nog niet geboekt ofzo. Oh ja, en we gaan in juni ook nog een weekendje naar Zeeland. Dat had ik voor mijn verjaardag gekregen van Nick. Vind je het leuk als mensen je begroeten? Of juist niet. Ik heb je laatst gespot bij de HEMA, maar ik twijfelde te lang om te zeggen dat je echt een leuk Insta-account hebt. Dus toch gelaten. Ja, ik vind het echt
altijd leuk als mensen me begroeten. Soms willen mensen ook op de foto en dat vind ik eigenlijk ook altijd leuk. En het geeft me ook echt een soort positieve boost. Als, stel ik ben ergens en ik ben een beetje chagrijnig en ik heb dan even met een van jullie gekletst. Dan ben ik gelijk helemaal, heb ik zo'n glimlach op mijn gezicht en dan voel ik me, ja, gewoon heel vrolijk. Het enige wat ik niet heel leuk vind, bij uitgaan word ik ook best wel vaak herkend. En dan vind ik het ook altijd super leuk als iemand even gedag zegt. En 99 van de 100 mensen die zeggen dan gewoon even gedag en dan gaan ze daarna weer weg. Maar soms als ik gewoon met een groepje ben en iemand herkent ons, dan gaat die persoon soort van een beetje gewoon, ja, bij ons blijven hangen. En ik ben dan ook weer niet een persoon die dan zegt van ga weg. Want dat vind ik gewoon heel onbeleefd. Maar het voelt voor mij toch een beetje gek dat die persoon dan precies weet wie ik en al mijn vrienden zijn. Maar wij helemaal niet weten wie diegene is. En dan kan ik het wel eens een beetje ongemakkelijk vinden als iemand dan zo heel lang blijft plakken. Waarom zijn veel van je oude video's offline? Ja, ik heb dat dus een paar dagen geleden gedaan. En ik dacht, ben benieuwd of iemand wat door gaat hebben. Nou, ik heb er toch een hoop berichten over gekregen. Dus ik dacht, ik ga het even goed toelichten in deze video. Het begon allemaal een aantal weken geleden toen een vriend van mij, ik ga niet zeggen wie het is, want dan gaan jullie hem allemaal achterna zitten van no. Maar het is niet zijn schuld hoor. Het is meer, hij heeft het zaadje een beetje geplant in mijn hoofd. Een vriend van mij die vroeg of ik bepaalde video's waar hij in zat offline wilde halen. En dat had te maken met zijn werk en dat waren dingen van heel lang geleden. En dat heb ik natuurlijk meteen gedaan. Maar ik zat al een half jaar of zo er ook zelf over na te denken dat ik het best wel heftig vind dat er zoveel video's van mij online staan. En dat als je wil, dat je gewoon nu vanaf 2015 tot aan nu zoveel van mijn leven kan zien. En op zich heb ik altijd natuurlijk wel bewust dingen wel of niet geüpload. Het is niet dat ik gewoon zo alles maar online zette. Alleen sommige dingen zijn echt heel lang geleden. Ik kan me eigenlijk niet eens herinneren van de meeste video's, ja, wat er allemaal in zit. En wat me vooral heel erg tegenstaat is de andere mensen die in mijn video's zitten. De eerste jaren dat ik vlogde, heb ik ook heel lang dagelijks gevlogd. En had ik het geluk dat vrijwel iedereen met wie ik omging ook prima vond om in beeld te zijn. Dus ik filmde ook heel veel met vrienden. Maar er staan dus gewoon tientallen vlogs bijvoorbeeld online van stelletjes die al jaren niet meer bij elkaar zijn. Of van mensen met wie ik zelf bijvoorbeeld niet meer zoveel omga. Of mensen met wie ik nog steeds omga, maar die ook gewoon niet meer precies weten wat er allemaal van hun op mijn kanaal staat. En als er iets is wat ik belangrijk vind, is het dat gewoon mijn omgeving zich er prettig bij voelt wat ik doe voor werk en wat ik online deel. Dus als iemand iets bijvoorbeeld offline wil hebben, dan doe ik dat natuurlijk gelijk. Als iemand iets niet in de vlog wil hebben, dan ga ik niet aandringen van oh, dat kan toch wel. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat dat niet iets vervelends is voor mijn omgeving. Dus ik zat een beetje na te denken van misschien doe ik wel vanaf dat mijn kanaal veranderde van Bon Color naar Bij Bonnie, dat ik daarvoor alles offline zet. Alleen dat was echt zo in 2021 of zo. Dat voelde voor mij wel heel heftig. Toen dacht ik van misschien is het een mooi punt dat we in dit huis zijn gaan wonen. En dat vanaf dan alle video's er nog op staan. Maar toen dacht ik ja, dan zijn ook alle verhuisvlogs weg. En die vind ik ook nog steeds heel leuk om erop te hebben staan. Dus ik ben eigenlijk begonnen bij de video We hebben een huis gekocht. En vanaf daarna staat alles nog online. Dus eigenlijk alle video's van de afgelopen 3 jaar staan nog op mijn kanaal. En die daarvoor heb ik dus in 1 keer allemaal offline gezet. Want dat was gewoon heel makkelijk om dat zo in 1 keer allemaal te doen. En vanuit de positie dat ze offline stonden, heb ik er sommige weer online gezet. Waarvan ik gelijk zonder twijfel zeker wist van die moeten gewoon online blijven. Om wat voorbeelden te geven. De Vietnam vlogs heb ik gelijk weer online gezet. De vlog dat we Poppy kregen, de vlog dat we Shaki kregen. Een home tour van het vorige huis. Een home tour van het huis waar ik daarvoor woonde. Ik dacht dat vinden sommigen van jullie ook echt nog wel leuk om terug te kunnen zien. Als je nou denkt, wat voor video's zet ze nou wel of niet online? Een heel goed voorbeeld wat voor mij echt het onderscheid geeft tussen dit vind ik wel fijn als er nog op staat en dit niet. Is bijvoorbeeld de serie Kringloopkwartier. Die heb ik in 1 keer weer erop gezet. Maar bijvoorbeeld de serie Bon Color Girl Talk, waarin een aantal vriendinnen en ik bepaalde vragen over seks en relaties en zo beantwoorden. Die heb ik dus wel offline gehaald. Dat voelt voor mij, ook voor de meiden die erin zitten, gewoon veel soort van kwetsbaarder als dat forever online staat dan iets wat meer een soort onpersoonlijk iets is, zoals Kringloopkwartier. Er staan dus echt nog een paar honderd video's op mijn kanaal, maar ik ben wel van plan om er nog meer weer online te zetten. Maar die wil ik dan gewoon eerst even zelf weer terugkijken, zodat ik gewoon een beetje weet wat het ook weer allemaal is.
Mocht je nou hele specifieke verzoekjes hebben, zo van, oh, deze vlog die kijk ik altijd heel graag terug. Laat hieronder even achter, dan kan ik daar rekening mee houden. Ik ben even een beetje verplaatst in verband met de zon. Maar de volgende vraag is, wat vind je ervan dat je enig kind bent? Volgens mij heb ik dit wel vaker besproken, maar als kind vond ik het dus helemaal niet erg. Ik voelde me helemaal niet alleen of zo. Ik kreeg gewoon genoeg aandacht. Ik werd ook niet te erg verwend. Ik mocht altijd met andere kinderen spelen. Ik mocht wel zo'n vriendinnetje meenemen als we in Nederland op vakantie gingen. Dus ja, als kind vond ik het echt helemaal niet erg. Maar nu op latere leeftijd vind ik het soms wel heel jammer dat ik niet een broer of zus heb. Dit heeft dan ook weer een beetje met kinderen krijgen te maken. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel jammer dat Nick en ik nooit oom en tante zullen worden. Voor wie het niet weet, Nick's zus is een aantal jaar geleden overleden. Dus wij hebben nu allebei geen broer of zus die kinderen kunnen krijgen van wie wij dan oom of tante zouden worden. En ons kind zal ook geen ooms en tantes hebben. Dus dat vind ik altijd wel echt jammer. Maar aan de andere kant zegt het woordje familie natuurlijk ook weer niet alles. En kan je natuurlijk ook een soort tante worden voor de baby van een goede vriend of vriendin. En kunnen onze vrienden ook weer een soort ooms en tantes voor onze kinderen worden. Maar het lijkt me wel heel speciaal als er iemand zou zijn met wie je echt samen bent opgegroeid. Ook als op een gegeven moment je ouders er bijvoorbeeld niet meer zijn. Die dan ook nog dezelfde herinneringen heeft aan de jeugd die jij ook ongeveer hebt gehad. Wat staat al eeuwen op je verlanglijstje, maar heb je nog niet gekocht? Nou, ik moest gelijk denken aan een elektrische fiets. Het lijkt me echt fantastisch om een elektrische fiets te hebben. Maar, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, sport ik ongeveer nooit. Ja, ik heb heel soms een fase dat ik even ga baantjes zwemmen. Of dat ik een of andere app workout een paar dagen doe. Maar ik hou gewoon echt niet van sport. Maar ik fiets wel, ja, denk minstens de helft van de week ergens naartoe. En ik heb gewoon het gevoel dat ik daardoor tenminste nog een beetje beweging heb. Dus ik wil eigenlijk in ieder geval totdat ik zwanger raak, niet beginnen aan een elektrische fiets. En als ik dan eenmaal moeder ben, dan gun ik het mezelf wel. Wat is het beste dat je is overkomen door het vloggen? Ja, echt heel veel eigenlijk. Sowieso dat ik gewoon van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Dat is echt fantastisch natuurlijk. Maar ik heb ook heel veel leuke dingen mogen doen, met leuke merken mogen samenwerken. Of allemaal, ja, als ik hier om me heen kijk, dan heb ik gewoon al deze meubels bijvoorbeeld van Meet, Rip Meet trouwens, gekregen voor een samenwerking. Ik lig in een heerlijk Emma-matras. Nou, soms denk ik echt, oh, ik zit hier gewoon in allemaal kleren en make-up en spullen en dingen die mij gewoon zijn opgestuurd. What a life. Maar wat ik misschien wel het bijzonderste vind, is dat er gewoon mensen zijn met wie ik gewoon al jaren omga. En die echt een paar van mijn beste vrienden zijn geworden, zoals Bram en Lotte en Sarah. En nog veel meer leuke mensen die ik gewoon, ja, heb leren kennen door wat ik doe, zeg maar. Ja, eigenlijk indirect bijvoorbeeld ook Titia, die vlogt dan wel niet. Maar die wist daardoor wel wie ik was en ik wist ook wie zij was. Ja, ik ga natuurlijk heel veel met Doke om. En ik heb gewoon de laatste afgelopen jaren heel veel mensen eigenlijk door het vloggen leren kennen. Hoe hebben jullie Shaki en Poppy gevonden? Nou, we hebben ze gevonden via Ik Zoek Baas. Dat is zo'n site waar allerlei asielen bij zijn aangesloten. En er staan altijd heel veel leuke honden en katten. Dus mocht je er eentje willen, zou ik altijd eerst daar kijken. Poppy die was heel gewild, want het was een hele schattige kitten. En volgens mij hadden wel 20 mensen een mail gestuurd, maar toen hadden ze ons uitgekozen. Ik had echt zo'n hele overdreven leuke mail van ik werk thuis, dus ik heb heel veel tijd voor de kat. En wie we zijn en zo. En ik denk dat er ook gewoon mensen bij zaten die gewoon gemaild hadden. Hoi, we hebben interesse. Dus ik zou altijd echt zo heel erg je best doen bij zoiets. Shaki was iets minder gewild. Je had namelijk van die filters waarbij je kon selecteren hoe oud de kat moest zijn. En wij wilden best wel graag een jonge kat erbij toen we Poppy eenmaal hadden. En we zagen maar geen kat die geschikt was. En toen op een gegeven moment had ik volgens mij het knopje 3 tot en met 6 jaar ook aangevinkt. En toen verscheen ineens Shaki. En die stond er ook al een paar weken op. Oh, en toen dacht ik echt, waarom moest ik nou zo nodig een jonge kat? En hij was volgens mij 6 toen hij hier kwam. En dat vond ik ook echt prima. Dus nog een tip, als je een kat wil, wees niet te gefocust op dat het per se een jonge kat moet zijn. En misschien nog een tip, waar niemand om gevraagd heeft. Als je er nou 2 wil, neem er dan 2 die al bij elkaar horen. Of misschien wel uit een nestje. Zodat ze gewoon al vanaf het begin aan elkaar gewend zijn. Want het was echt een struggle. Oeh, dat is trouwens ook een vlog die ik weer even online moet zetten. De vlog dat Poppy en Shaki aan elkaar moesten wennen en oorlog hadden. En Poppy in ons bed ging poepen van de stress. Terwijl ze Shaki nog niet eens gezien had, maar hem alleen maar rook. Zeg maar, dat was wel heel heftig voor ze. Wat vind je van het nieuwe album van Lana Del Rey?
Nou, ik vind het echt fantastisch. Ik moest er wel even inkomen. En die interludes hadden van mij echt niet gehoeven. Soms dan staat er één op. En dan zegt Nick echt van, het lijkt net alsof je naar een soort toneelstuk aan het luisteren bent. Vind ik ook heel storend om die steeds te skippen. Maar verder, ik vind het echt één van haar beste albums ooit. Mijn favoriete nummer is echt Paris, Texas. Als je niet zoveel met Lana Del Rey hebt, maar je bent nu wel benieuwd geworden, is dat echt een heel toegankelijk mooi liedje. Die zou ik zeker luisteren, Paris, Texas. Maar ik ben ook helemaal obsessed met Let the Light In, American Whore. Dat laatste nummer, die Taco Truck, vind ik ook fantastisch. Draait de hele tijd. Zou je naar het buitenland willen verhuizen aangezien Florence zo beviel? Nee, dat zou ik eigenlijk niet willen. Mocht er nou iets gebeuren waardoor wij helemaal geen familie en vrienden meer zouden hebben, dan zou ik echt morgen naar het buitenland verhuizen. Want dat is echt wat mij hier houdt. Tenminste, ik vind het ook wel leuk om in Nederland te wonen. Maar ik zou veel liever op een nog zonnigere of warme plek wonen. Alleen, ja, we hebben hier gewoon helemaal onze hele omgeving woont gewoon in Rotterdam en eromheen. Dus ik zou hier niet weg willen eigenlijk. Twijfel je wel eens aan je seksualiteit of gender? Nou, aan mijn gender niet. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb me altijd vrouw gevoeld en ik heb daar nooit over getwijfeld. Seksualiteit heb ik wel over getwijfeld. Ik heb gewoon een fase gehad dat ik er niet echt over nadacht. Dan een beetje twijfel, dan weer niet over nadacht. En toen dat ik er heel erg veel over na heb gedacht en nu heb ik er eigenlijk helemaal geen twijfel meer over. Maar het is een beetje een lang verhaal om nu echt zo in een Q&A vraag te behandelen. Dus daarover binnenkort meer. Wat is je fijnste plek in huis? Nou, er zijn twee plekken waar ik gelijk aan moet denken. Namelijk ons bad en ons dakterras. Die twee plekken vind ik echt... Nou ja, en eigenlijk ook wel echt het hoekdeel van de bank. Daar breng ik echt de meeste tijd door. En ons bed vind ik ook wel echt geweldig. Zou je ooit een hond nemen aangezien je toch vaak thuis bent? Nou, ik denk dus dat wij ooit echt een hond zullen hebben. Dat zie ik helemaal voor me. Nick is echt dol op honden. En mijn hondenliefde groeit ook echt steeds meer. Maar er zijn twee redenen om dat echt nog niet te doen. De eerste is dat we twee katten hebben. En als hier ook een hond zou zijn, zou dat denk ik best wel stressvol voor ze zijn. Het zou misschien kunnen dat als een van de katten zou overlijden. Niet heel leuk om over na te denken, maar dat het dan misschien wel zou kunnen. Want dan kan één kat zich natuurlijk ook makkelijker ergens terugtrekken als hij even geen zin heeft in die hond. En twee katten en een hond vind ik niet echt geschikt in het huis. Maar de voornaamste reden dat we geen hond willen, lijkt eigenlijk ook een beetje op een van de redenen dat we nog geen kind willen. En dat is gewoon dat het echt een hele verantwoordelijkheid is. We hebben nu zeg maar zoveel vrijheid qua... Stel, we gaan met mensen lunchen. Dan zouden we spontaan kunnen besluiten van... Oh, nou, laten we ook nog even de stad in gaan. Oh, laten we ook nog even bij die of die gaan eten. Oh, er is ook nog een huisfeestje. Laten we daar ook nog naartoe gaan. En dan zouden we zo om 4 uur 's nachts kunnen thuiskomen. En de katten die redden zich dan prima. Ik kan dan gewoon de buurvrouw appen of zij ze even eten wil geven. Maar het kan gewoon zo makkelijk dat we van ons plan afwijken... Terwijl als je een hond hebt die thuis op je zit te wachten, dan kan dat gewoon echt niet. Ook kunnen we nu bijvoorbeeld heel erg uitslapen als we dat zouden willen. We hebben nu echt wel zo'n heel relaxed leven. Ik zie het dus meer voor me voor later. Want ik denk dat als we bijvoorbeeld eenmaal kinderen hebben, dat je dan toch sowieso elke dag vroeg opstaat. Als we het dan doen, dan wil ik het echt goed doen en alle aandacht voor die hond hebben en gewoon er helemaal voor gaan. Ik hoop heel erg dat jullie deze Q&A leuk vonden. Ik ga volgende week op dat schrijftripje naar Griekenland, dus er komt er ook even geen video online. Dus ik denk dat jullie me over ongeveer 2 weken weer zullen zien op YouTube. Maar ik ben elke dag actief op TikTok. Ik plaats de laatste tijd soms wel 3 TikToks per dag. Echt niet normaal. En ik ben ook elke dag actief op Instagram. Dus het zou heel leuk zijn als je me daar wil volgen. En thanks weer voor het kijken. Doei!